Goeiedag dames en heren. Mijn naam is Vincent Bunschoten. Ik heb even wat met jullie te delen. Dit is de broer van Sharona Bunschoten. Haar auto werd het weekend gestolen en totaal losgereden. Omdat er geen geld is voor een nieuwe, is hij een crowdfundactie gestart. Wat vind je ervan dat je broer een oproep gedaan heeft? Ja, ik vind het natuurlijk super lief. Ik had het nooit verwacht. Maar dankzij hem komt het waarschijnlijk weer goed. De autodieven werden opgepakt, maar van haar Renault Twingo is weinig meer over. Terwijl ze die juist zo hard nodig heeft. Ik heb een kleintje van 2 maanden, die ik dus niet op de fiets kan vervoeren, want ze kan nog niet zitten. Ik heb 2 baantjes, ook net pas begonnen, omdat ik in verband met de kleine nog niet kon werken. En daar ben ik dus net pas weer begonnen, dus nog geen loon gehad en dan gebeurt dit. De actie is pas sinds maandag online, maar nu al is een bedrag van ruim €600 opgehaald. Wil je iets zeggen tegen de mensen die geld gegeven hebben? Nou, ik wil ze natuurlijk heel graag bedanken. En super dat jullie dat willen doen. En een goed hart hebben jullie.